Begin deze meditatie met het vinden van de juiste plaats om prettig te ontspannen. Zorg dus voor een comfortabele houding terwijl je ligt of zit. Voordat we beginnen met de eigenlijke meditatie, wil ik je eerst duidelijk maken dat er verschillende vormen van verlies zijn. We zijn allemaal wel bekend met het verlies van een dierbare die is overleden. Maar verlies bestaat ook in de vorm van een scheiding of het verliezen van een vaste baan of een relatie. Andere vormen van verlies worden vaak minder goed begrepen, maar zijn voor de betreffende persoon wel degelijk een verlies. Denk hierbij aan het verlies van een huisdier, een gedwongen verandering van baan of werkloosheid bijvoorbeeld. Maar ook het krijgen van een ziekte, onvruchtbaar blijken te zijn. Het zijn allemaal vormen van een verlies. Het gaat gepaard met veel verdriet en pijn, soms zelfs letterlijke pijn. Het kan een mensenleven behoorlijk op zijn kop zetten. Verlies kan zowel het gevolg zijn van oorzaken die positief of negatief zijn. Bij verandering van baan waar je op hoopte, is de oorzaak positief, maar het gevolg kan toch negatief ervaren worden, omdat je genoodzaakt bent datgene waarmee je bekend was, los te moeten laten. Dit geldt voor heel veel andere situaties in een mensenleven. Het vertrouwde moeten loslaten kan dus als een verlies ervaren worden. En wat het verlies ook is, je verdriet is echt en het verlies belangrijk. Alhoewel je misschien het verlies helemaal zelf wilt verwerken, is steun uit je omgeving van groot belang. Sta in ieder geval hulp van buitenaf toe en laat andere mensen je helpen als ze dat aanbieden. Vraag er desnoods om. Misschien voel je de behoefte om contact te zoeken met iemand die je lang geleden hebt gesproken. Wees niet terughoudend. Probeer je open te stellen. Vaak weten andere mensen niet goed hoe ze je nou kunnen helpen. Wees gerust specifiek en geef aan waar je behoefte aan hebt. Zoek contact en accepteer contact en ga met iemand gewoon iets ondernemends doen. Ergens buiten de deur een hapje eten bijvoorbeeld, of een drankje doen op een terrasje. Het maakt niet zoveel uit wat je doet, als je maar iets doet. Het is belangrijk dat je je niet alleen voelt in je verdriet en dus in je verlies.
dan gaan we nu over tot de meditatie. Als je ervoor hebt gezorgd dat je comfortabel zit of ligt, sluit dan nu gerust je ogen. Je hoeft niets bijzonders te doen. Adem rustig in je eigen vertrouwde tempo. Adem rustig in en weer uit. Laat bij iedere uitademing de spanning uit je lichaam wegstromen. Probeer om gedachten die bij je opkomen weer los te laten. Concentreer je alleen op je ademhaling. Als je dit even doet, dan merk je dat je steeds rustiger wordt en dat je je steeds relaxter gaat voelen. Stel je nu voor dat je op een deken ligt. De deken voelt heerlijk zacht en warm aan. De deken ligt op een heerlijke, zachte ondergrond. De warmte van je deken doordringt je lichaam. Je voelt de warmte door je rug gaan, door je wervelkolom heen, vanuit de onderrug naar boven gaan. Het lijkt wel alsof alle spieren zachtjes gemasseerd worden. De warmte straalt door naar je buik, je borst en de rest van je hele lichaam. Alle organen en cellen van je lichaam voelen deze warmte en nemen deze warmte op. Het zorgt voor een ontlading in alle lichaamscellen. Alle spanning verdwijnt. Ervaar deze warme energie. Je lichaam voelt steeds lichter en lichter aan. Je lichaam ligt hier heerlijk rustig en stil. Onbeweeglijk lig je daar op je deken. Je voelt ook niet de behoefte om te bewegen. Bij iedere ademhaling voelt je lichaam steeds lichter en steeds meer ontspannen. Het enige dat je nu ervaart is rust. Rust en kalmte. Volledige ontspanning. Ontspanning
van je hele lichaam. Voel die ontspanning. Ervaar die ontspanning. Dan gaan we ons nu op je verlies richten. Wat je verlies ook is, het heeft een flink aantal klachten bij je veroorzaakt. Lichamelijke klachten, zoals pijn waarschijnlijk. Maar je ervaart ook veel klachten van psychische aard. Stress, een burn-out, een depressie. Of je hebt last van angstaanvallen en paniekerigheid. Misschien ben je kortaf de laatste tijd naar andere mensen toe. Heb je last van concentratieproblemen of vergeetachtigheid dat gepaard gaat met stemmingswisselingen? Waarschijnlijk allemaal het gevolg van je verlies en het verdriet dat ermee gepaard gaat. Dat is in deze situatie, hoe vervelend ook, een heel normaal gebeuren. Op den duur zullen deze klachten afnemen en uiteindelijk verdwijnen. Voor nu mag er zijn wat er is. Het is onderdeel van het helingsproces. Het genezingsproces is net zoiets als het genezen van lichamelijk letsel. Bij een lichamelijk letsel heeft je lichaam ook tijd nodig om de wond te genezen. En dat geldt ook voor je verdriet. De geest, je innerlijk, heeft ook tijd nodig. Neem de tijd die je nodig hebt en wees vooral lief voor jezelf. Mensen die een verlies hebben geleden, hebben vaak het gevoel dat ze gek worden. Je wordt niet gek. Het kan vaak angstig en ongemakkelijk aanvoelen. Maar ook dat hoort bij het proces. Ook kun je je verdoofd voelen. Helemaal zonder gevoel of een verminderd gevoel. Dat heeft niets met gevoelloosheid te maken. Je bent niet gevoelloos. Het is een normale reactie op verlies. Je kunt ook woede voelen en frustratie. Dat mag. Je mag boosheid voelen. Boosheid naar datgene of degene die of dat je bent kwijtgeraakt. Misschien voel je woede naar God, je familie. Of je dierbaren om je heen. Boosheid naar de situatie toe. Woede naar de persoon of personen die verantwoordelijk zijn voor het verlies en het
daarbij behorende verdriet. Dit is allemaal heel normaal om te voelen. Het kan zijn dat je je afvraagt waarom jou dit nu allemaal moest overkomen. Waarom nou jij en niet iemand anders? En ook dit is heel normaal om te voelen in dit stadium. Je zoekt naar antwoorden om met het verdriet om te kunnen gaan. Misschien voel je je juist heel erg verdrietig en ook nog alleen. Dat komt omdat al je energiereserves bijna op zijn. Je hebt veel aan energie verloren. Je hebt immers al zoveel geïnvesteerd. Dit wordt vaak gecompenseerd door gevoelens van eenzaamheid en verdriet. Je kunt je daarbij ook nog eens depressief voelen. Allemaal gevoelens die bij dit proces horen, maar belemmerend kunnen zijn voor je lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Houd in gedachten dat deze klachten van tijdelijke aard zijn. Ze zijn niet blijvend. Gevoelens zoals schuld, angst, boosheid, eenzaamheid, onbegrip enzovoort gaan weer voorbij en zijn slechts tijdelijk. Ook vergeetachtigheid, doelloosheid en machteloosheid gaan weer voorbij. Vaak is het moeilijk om het positieve te zien, omdat je verdriet hebt. Je kunt je misschien niet eens voorstellen dat al deze gevoelens straks tot de verleden tijd behoren. Er is geen speciale manier om te leren met verlies en verdriet om te gaan. Er zijn geen geschreven wetten voor. Ieder mens doet dit weer anders. Er zijn geen vuistregels om met verlies en verdriet om te gaan. Het is erg belangrijk om hulp van andere mensen te accepteren. Ook al weten ze vaak niet precies hoe ze jou kunnen helpen. Dat maakt niet uit. Accepteer hulp en durf om hulp te vragen, zodat je het gevoel krijgt er niet alleen voor te staan.
ga buitenshuis met iemand iets ondernemen. Een hapje eten of ergens wat drinken. Probeer de sociale contacten niet uit het oog te verliezen. Praat eventueel met lotgenoten als je daar behoefte aan hebt. Het kan geen kwaad. Zonder jezelf niet van de wereld af. Blijf eraan deelnemen. Zorg dat je gezond eet, zodat je lichaam de nodige stoffen binnenkrijgt. Ga eens wandelen als het zonnetje heerlijk schijnt en maak een praatje in de supermarkt. Gezond eten en lichaamsbeweging is erg belangrijk. Door minimaal een half uurtje per dag te wandelen, maakt je lichaam stoffen aan in de hersenen die ervoor zorgen dat je je prettiger gaat voelen. Wandel minimaal een half uur tot 45 minuten per dag. Dat geldt ook voor het uitvoeren van fysieke hobby's, zoals tuinieren of andere bezigheden waarbij je je lichaam gebruikt. Als je lichaam in beweging is, neemt het overschot aan adrenaline af. Ga ook wat vaker mediteren of beoefen bijvoorbeeld yoga. Door ontspanningsoefeningen te doen en ademhalingsoefeningen neemt het overschot aan adrenaline ook af en zul je je steeds prettiger in je vel voelen zitten. Neem dan nu even de tijd om je gevoelens te accepteren zoals ze zijn. Het verdriet mag er gewoon zijn. Accepteer dat het bij je hoort en bedenk dat dit over een tijdje voorbij zal zijn. Neem er even de tijd voor. Ik wacht wel even. Oké, dan richt je nu weer je aandacht helemaal op je ademhaling. Adem rustig in en uit. Voel hoe ontspannen je lichaam aanvoelt. Je bent helemaal ontspannen en rustig.
Stel je nu een plaats voor die helemaal van jou is. Een prachtige kamer. Deze kamer ziet er rustig en ontspannen uit. Je voelt je hier altijd prettig en je kunt er altijd naartoe terugkeren. Een ruimte helemaal voor jou. Stel deze kamer zo levendig mogelijk voor. Deze kamer is altijd rustig en comfortabel en je komt hier altijd tot rust. Zie de kamer duidelijk voor je. Stel deze kamer zo voor dat je het gevoel hebt dat hij helemaal voor jou en door jou is ingericht. Overal liggen heerlijke zachte kussens waar je je in kunt nestelen als je daar behoefte aan hebt. Veilig en vertrouwd. En als je naar buiten kijkt, dan kijk je uit op de natuur. Het is jouw vertrouwde omgeving. In de kamer staan overal mooie, grote, prachtige planten en bloemen in overvloed. De geur is heerlijk. Ruik de bloemengeur. Voel je in deze kamer helemaal op je gemak. En als het je allemaal even te veel wordt, dan keer je steeds weer terug naar deze kamer om je even helemaal te ontspannen. Dit is jouw eigen vertrouwde omgeving waar je helemaal jezelf kunt zijn. En dan wordt het nu tijd om de meditatie te beëindigen. Tenminste, als je daar behoefte aan hebt. Je kunt ook blijven liggen en luisteren naar de geluiden die volgen, zodat je heerlijk kunt gaan slapen. Ik tel van 5 naar 1. En als je besluit om de meditatie te beëindigen, dan word je bij iedere tel steeds meer bewust van je omgeving. Bij 1 ben je weer helemaal wakker en helder en voel je je fris. En fit.
5. Vier. Drie. Twee. Één. Helder. Wakker. Helder. En wakker. Thank you.